De Rotterdamse haven staat nooit stil. Ook niet tijdens de coronacrisis. En daarom verdienen de mannen en vrouwen in de haven een hart onder de riem. Van, voor en door de havenwerkers zelf. De haven is in deze barre tijden cruciaal voor het functioneren van Nederland als samenleving. Omdat we via de haven moeten zorgen dat er voedsel komt, medicijnen, maar ook de industrie, dat die door kan draaien. Zodat we energie hebben, dat we olie hebben, dat we allerlei producten hebben. En alle medewerkers in de haven zorgen daarvoor. We willen jullie geweldig bedanken. We staan gesteld voor enorm lastige tijden. Ik wil toezeggen dat wij als havenbedrijf ons volledig inzetten voor het belang van het havencomplex. En volledig inzetten voor jullie belangen. Om ervoor te zorgen dat die logistieke afhandeling van goederen kan blijven plaatsvinden. U heeft vast ook hard geapplaudisseerd voor de mensen in de zorg. Ik ook. Maar tegelijkertijd zijn er 24/7 ook andere mensen heel hard bezig om ons van ons dagelijks voedsel te voorzien, de medicijnen doorstroom te laten lopen en de economie een beetje op gang te houden. En dat zijn de bemanningen op zeeschepen. En daarmee zijn deze mensen voor mij de helden van het zoute water. Voor u ook? Hallo havenwerkers in Rotterdam. Wij hopen dat het met jullie en jullie gezinnen en collega's goed gaat en jullie gezond zijn. Die coronavirus, dat wordt een groot drama. En de hypocrisie in Nederland, niet te vergeten. Iedereen klappen voor de zorg, voor wie dan ook. Maar zometeen is de coronavirus voorbij. En dan? En dan moeten die werkgevers, en dan moet het kabinet moet zeggen, niet klappen, maar lappen voor de zware beroepen. Wij zijn er voor jullie, jullie zijn er voor ons. En we hopen elkaar binnenkort weer goud te kunnen zien. Het gaat nu even niet om concurrentie, nationaliteit, waar je werkt of wat je doet. Het gaat er nu om dat wij als wereldwijde maritieme industrie elkaar steun en vriendschap bieden. Daarom heeft Egemarine een kaart gestuurd met de tekst van Egemarine with Love. We denken aan jullie, we doen er alles aan om hier doorheen te komen, samen. Italië en Spanje worden op dit moment hard getroffen door het coronavirus. Wij hebben gemeend als collega's uit Rotterdam om onze collega's daar medeleven te tonen door middel van een tekst in hun eigen taal, als mede een foto die symboliseert dat onze samenwerking, maar ook onze landen nauw verbonden met elkaar zijn en blijven. Ik dank jullie enorm voor jullie inzet, jullie betrokkenheid, jullie passie voor de haven. Heel veel sterkte en heel veel dank. Delta Links is trots op jullie. Zet hem op!